Welkom in deze nieuwe video van Bolstar. We hebben momenteel een groot, groot probleem. Dus we kunnen. Ik ga wel proberen om elke dag een video te plaatsen. Maar momenteel heb ik geen PC door omdat de lader kapot is gegaan. En ik heb dus geen reserve. Tenzij dat deze PC waar ik nu naar kijk het in één keer wel gaat doen, dan kan ik wel andere video's gaan maken. Wat heb ik de komende tijd nu ondertussen gedaan? Ik heb mama haar kamer gekuist. Ik ga het eventjes laten zien. Hoe het er nu uitziet eigenlijk. Dan kun je dat ook een beetje zien. Ik heb daarbij ook serieus mijn teen bezeerd. Dus als ik in bad ben geweest, ga je dat ook een beetje verbinden eigenlijk allemaal. En dus, ik hoop dat wel goed. Ik heb wel een lader al besteld bij. Ja, bij iemand. Maar dat duurt toch nog wel een paar dagen, denk ik, voordat hij toekomt. Omdat je met die corona en zo, dat duurt allemaal wat langer. Dus we zijn nu op mama's kamer. Dus, en ik ben heel fier wat er eigenlijk allemaal gebeurd is. Dus we staan nu hier, dat is het raam. Daar worden de buren allemaal zwaaien. En dit is dus, hier staat nu een kast. Dat is nu, dit is zo. Dit is wel een plaatsje waar we nog eens over moeten nadenken. Want de boeken en zo, wat we daarmee gaan doen. Gaan we die bewaren? Gaan we die wegdoen? Ik denk bewaren gewoon weg. Het zijn ook heel veel van Campus 12. Koostrokkers. Campus 12 vandaag zijn. Ook nog allemaal boeken die misschien je ouders nog kennen. Dat is echt allemaal zo. Voor een. Even zien of ik er een boek uit. Echt allemaal, dat is wel. Even laten zien. Dat zijn allemaal. Over het menselijk lichaam. Ik denk dat de ouders die wel kennen. Of te zeggen dat dat al terug populair is. Ik weet dat niet. Maar in mijn tijd was dat wel populair. Dus ik weet niet of dat nu nog zo is. Ga even terugsteken. Zo. Voilà. Dus. En dat is eigenlijk allemaal deel die reeks. Mijn oma. Die heeft die ooit dingen gekocht voor mijn mama. En daarmee is hij aangeschaft. Dus dat zijn eigenlijk allemaal die spullen. Dit is nog een kaartje. Dus, waar Kees ooit heeft getekend. Dat was trouwens denk ik tijdens Superfans dat dat gebeurd is. Denk ik. En dan heb je nog de muur. Eigenlijk. Dus we hebben dat bed daar gedaan. De laatste bodem. Maar het bed staat hier namelijk. En zijn bed staat hier. En ja, heel veel ruimte natuurlijk. Ja, nu die ding is nu al open, anders is die helemaal naar beneden. Dus ja, de kat heeft ook haar eigen plaats gekregen eigenlijk. Ja. En dat is eigenlijk zo'n beetje hoe dat het eigenlijk is gesteld. Dus ik ben wel blij. Ik zal ondertussen mijn tenis laten zien. Dat ziet er zo uit. Ik weet niet of je kunt zien, omdat ik het goed in beeld breng. Maar ja, dit is echt zo een heel grote schaafwonde, maar ook er is heel veel huid weg, dus dat was heel veel pijn. Dus hebben we de komende dag daar. Dus dankzij mijn vriendin, die heeft mij heel hard geholpen in tips eigenlijk, en zij weet ook wie dat het over gaat. Maar het is natuurlijk niet altijd heel gemakkelijk om het allemaal te doen. Dus we hebben nu eigenlijk alle kamers gedaan. Dus we hebben de badkamer gedaan, de kleine kamer, onder de trap. En daar zijn we heel blij mee natuurlijk dat het nu eigenlijk allemaal gebeurd is. En ja, we kunnen alleen nog hopen dat ik een pluim krijg, stiekem van de kustvrouw. Maar ja, ik ben heel blij. Ik ben vandaag trouwens ook even langs het Waterland Shoppingcenter geweest. Omdat het noodzakelijk was, want ik had een lader nodig. Dus dan is dat noodzakelijk dat ik er even langs ga. En ik ben er vanmorgen nog even geweest. Voor naar die BC te gaan. Voor een mondmasker te kopen. Dus dat heb ik ook gedaan. En voor de rest eigenlijk niet. Maar ze lopen er eigenlijk allemaal met een mondmasker. Ook met. Dus dat is eigenlijk wel goed dat ze daar lopen met mondmasker en ook met handgel. Dat moet je dus ook gebruiken in heel veel winkels en dat vind ik ook wel goed en dat ze dat doen.
Maar wat ik vooral veel merk, is eigenlijk dat heel veel mensen, dus die komen naar dan mijn mondmasker. En er zijn heel veel mensen die dat gewoon achter de hoek uitdoen. En klaar, maar dat doe ik niet, want ik vind dat heel noodzakelijk dat je die op hebt eigenlijk. En dus dat vind ik al belangrijk. Dus het is voor de veiligheid van andere mensen eigenlijk dat je die opzet. Dus ik kan andere mensen beschermen en dat vind ik heel belangrijk en dat doe ik ook. Dus hopelijk is er morgen gewoon een vlog en anders is het weer zo'n praatvideo. Ik hoop, een god van mijn hart, dat ik ze elkaar kan erten. Dus vond je dit een leuke video? Zeker duim omhoog. Vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer.